Nou, die heeft allemaal autootjes te koop. Allemaal van die kleine dinky toys. Geweldig. Maar wat ik zoek is er toch niet. Nou, schoenen, dat komt hier weer bij vandaan. Met deze zaak. Nou, hier ook leuke dingetjes. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag als eerste zondag 24e van de 4e 2022 en we leven om 13:29 en ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenwol. De dame is, eentje ligt op de bank, zoals gewoonlijk. De andere ligt bij mijn voeten, zoals gewoonlijk. Die gaan we zo meteen even uitlaten. Daarna pak ik de booster en dan smeren we hem, want ja, er schijnt hier vandaag van alles en nog wat aan de gang te zijn hier in Den Helder. In de krant staat duidelijk oranje markt, maar ja, ook de krant kan fout hebben. Ja toch? Ja, nou, maar ik ben wel in het rood, zoals jullie zien, een witte blouse en een blauwe broek. Dus ik kan de vlag aan. Ik kan de vlag niet ophangen, maar ik hang de vlag ook niet op. Nee, niet voor hem, wel voor mezelf. Ja, en hij is trouwens nog niet eens een jaar, dus ja. Maar ik denk, ik doe de vlag aan. Al is het maar voor mijn dierbaren. Ja. Dus ja, dat dus. Maar wat we mee gaan maken, weet ik niet. Jullie gaan in ieder geval mee. En ik neem ook een statiefje mee. Dus je komt allemaal goed, lieve vrienden. Dat, gewoon ervan genieten, want het is prachtig mooi weer. Het waait wel, dat hoor ik, hier in huis zelfs. Dus ja, het is je wel warm aankleden, denk ik. Want het zal, ja, waar het misschien lekker is, dat is op een terrasje in de Lult, hè. Maar waar ik loop is het echt niet lekker, nee. Dus daar doe ik wel een dikke jas aan en een sjaal om en mijn handschoenen heb ik mee. Dus het komt allemaal goed. Ik zeg gewoon, hou vol goede moed. En geniet ervan en geniet ook met ons mee. Nou, dan rijden we nu in de Spoorstraat. En ik had Mary net aan de telefoon, die zei dat er niks te doen was. Ja, een paar dingetjes met kleedje, een paar kraampjes, maar we zullen het beleven, ik weet het niet. En dat, dat het niet druk was, nou ja, ik zie genoeg volk lopen. En daar hebben we onze Appie. Hoi! Wat maak je voor moois? Genoeg. Smaakt die appel? Smaakt je appel? Lekker, heel. Mooi, doe je goed. Ja, doe ik ook. Hier zou een soort met
Rommel maar even wezen voor de kinderen, maar uiteraard zitten er volwassenen bij. Ja, ik wil ook graag door, mag het? Word ik aangekeken alsof ik niet door mag rijden. Die staat geloof ik gekleurd erop. Ik weet niet zeker, maar... Schoenen te koop. En daar kleding te koop. Daar staat mensen met oranje ballonnen en oranje kleding aan. Wat denk je dat ik dat ga dragen? Nu niet, dan niet, nooit niet. Ah, je kan hier te joelen. Ouderwets joelen. En hier hebben we weer de, hoe heet dat ook weer? Avanti. En de winkels zijn dus open zoals normaal. Nou ja, ik vind deze patatboer beter met zijn patat dan Avanti, maar wie ben ik? Hij heeft eigen gemaakte patat en dat is vele malen lekkerder, vind ik. En hij denkt om mij, het is zacht. En bij Avanti, ja, ik vind het niet echt zacht, ook al vraag je erom. Ja, ik kon het wel wegkrijgen, maar... Ik heb nog steeds pijn in mijn mond ervan. Maar ja, wat doe je eraan? Niks, allemaal hobbelde hobbels. Helemaal hobbels en kuilen. Nou, dan gaan we er even omheen. Hier is meestal niks. Ja, met de Juttersmarkt, maar dat is er nou niet. Die kant op. En daar hebben we het park. Het stadspark. Tegenover het station. Ja, je mag hier niet fietsen. Het is hier een stoep. Ja, dan zeggen we er ook even wat van, hè? Daar staat de watertoren weer. En even zien, dat gebouw daar op de hoek, daar. Dat was vroeger het postkantoor. Ja. Nou, de bloemist. Waar ik ook heel goed mee overweg kan. Je mag hier niet fietsen. Die hoort me natuurlijk niet. Die heeft weer van die oordingen in. Allemaal planten en... Hier plantjes. Allemaal plantjes. Oh, zo mooi. En daar mooie bloemetjes. En natuurlijk binnen, hè. Volop bloemen. Volop geurtjes allemaal. Heerlijk. Nou, we hebben hier al iets hangen. Dat zie ik voor het eerst. Maar ja.
Ik ben hier ook niet meer geweest, sinds het Karin weg is. Dat zijn die dingen. Ik vind het ook heel leuk, maar ik ben gewoon te ver. Grappig, hè? Geen moer aan worden gezegd, maar ik vind ook de gezelligheid wat tellen, hè? En het is wel gezellig druk, vind ik. Maar ja, ik moet eigenlijk naar de overkant. Nou, dat doen we daar wel. Want de kraampjes staan aan de overkant. Kijk, dat hadden ze eigenlijk aan de zonnige kant moeten doen. We gaan even hobbelen, lieve vrienden. Dan kan ik hier eroverheen. Hobbel de hobbel. Hobbel de hobbel de hobbel de hobbel de hobbel de hobbel. En zo. En dan zie je onszelf. Jo. En dan gaan we die kant weer op. Nou, die heeft allemaal autootjes te koop. Allemaal van die kleine dinky toys. Geweldig. Maar wat ik zoek is er toch niet. Nou, schoenen, dat komt hier weer bij vandaan. Bij deze zaak. Nou, hier ook leuke dingetjes. Van die beelden, daar heb ik niks mee, krijg ik enkel maar kippenvel van, niks van mij. En ja, dit vind ik wel leuk, maar wierook kan ik niet tegen, mijn longen. Zien dat ik met mijn camera bezig ben en nog dwars ervoor. Wel mooi hoor. Toch wel mooi. Maak reclame voor je, is het goed? Oh, dank u wel hoor. Reclame is goed. Ben een vlogster. Oh, oké. Okay. Nou, is goed hoor. Komt ter zijne tijd, komt het op YouTube. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Wil je mijn naam weten? Nee, dat is mijn volgt dat allemaal niet. Nee? Oké. Okay. Maakt niet uit. Een ouderwets 45 kilometer autootje nog. Ja, wat hebben we hier? Snoep. Ouderwets snoep. Hoef ik ook niet. Maar het is voor mijn kijkers wel even leuk. Allemaal ouderwets snoep. Een kledingtent. Ja, sorry hoor, ik ben een vlogster. Ik mag.
Je wordt toch gek aangekeken door een hoop mensen. Die probeer. Antibacteriaal. Ik heb er één. Opa zou trots op je zijn. Ze zien hem wel, toch? Ah, de ouderwetse suikerspinnenkraam. Schietend. Of zoiets. Weet ik veel wat. Ja, met een buks. Horloge. Hoi. De kaartboer weet ik wat nog meer. Oeh, wat een wind, mooi waai. Daar kom ik graag in die winkel. Ja. Parasol en al waarom. Ja, dat kan je verwachten hier. Ha, ha, ha. Oh, wacht even. Ik zie nog wat. Ja, ik zie er verderop nog wat. Dus dan gaan we de straat weer op en dan gaan we die kant op. Dat is mooi voor zo. De ene doet de andere, ja. Dan gaan we er even omheen, want er staat ook nog wat kraampjes. De wind voel je waar. Mijn kanon. Hoppata. Kijk, hier hebben we nog een kraampje met kleding. En schoenen. En een terrasje. En hier nog een tentje met kleding. En hout speelgoed en andere dingen. Schoentjes voor kindertjes. En weer een terrasje. Oh, is dat nieuw? Een bus over dwars op de stoep zetten? Oké. Raar. Oh, dat is deze kraam met al. Oh ja, die staat er alle jaren weer. Maar wat voor markt dan ook, behalve de zaterdagmarkt niet. Maar ja. Dat ga ik wel eens een keer filmen. En dat ga ik eens een keer niet filmen om daar te sluipen. En die zijn ook weer van die doekjes. En micro, maar nou. Ja, nou die heb ik thuis genoeg. Nou, toen was het druk. Nou, het is hier ook giga druk. Er staat nog eentje met een hesje aan, een geel hesje. Oh. Kijk, en dat is ook leuk. Kijk, die heb ik in het klein. Och, Ivy.
Kijk, hier is. Miauw. En hier. Ja, hij staat er wel op. Dat mag. Ik ben buiten. Jongen, nog een toe. Wat een mens. We gaan naar binnen. Ah, ze staat me niet eens niet te woord. Kan je nagaan. Kijk eens wie daar al is. Hey schat. Hey schat. Hoe is die? Mooi. Ik ben aan het vloggen, dus ik doe die kinderen niet. Kijk eens, welke oma, ze hebben het vloggen. Zeg hallo iedereen. Hallo iedereen. Goed zo, schat. Wat heb jij net gedaan? Wat heb jij net gedaan? Waar was jij? Op de? Wauw. Belletjes verkopen, hè? Is mooi, hè, schat? Is mooi, hè? Wat ga je nu zeggen? Dag, dag iedereen! Dag, dag iedereen! Dag schat! Doeg! Ben je aan het vloggen? Weet je niet wat het is? Oké. Okay, dat is een vlog oma van Den Helder. Dat is mooi. Nou, we gaan even verder schat. Yes, doei doei schat! Kleine lieve hondjes. Gek op die kleintjes. Zo'n lief gezicht. Ik moest wel lachen. Kom dat mens. Gosje denk ik. Geweldig. Ja, ze ziet toch dat ik het filmen ben. Ja. Ik mag filmen.nl. Ah! En hier weer een tentje, maar dat behoort bij die winkel. Kledingwinkeltjes. En onze Big Bazaar uiteraard, hè. En dat is logisch. Ja. Nou, dit was een rondje stad. Want dan komen we daar weer terecht. En dan ga ik even maar weer naar huis. En kijken wat we verder gaan doen. Ja. Misschien dat ik de jas van Mary inpak en dat ik Mary bel van de kameraad. Kunnen we natuurlijk uiteraard even doen. Ja, loopt niet voor me. Twijfelaar heb ik een hekel aan. Thank you.
Dan gaan we zo meteen met die kant op. Ja. Ja, we zijn alweer een klein half uurtje thuis, ja. En het is roetje koud. En ook in mijn huis was het niet echt lekker warm, dus ik heb wel even de kachel aangedaan. En ja, ik heb echt roetje koud. Ik heb ook nieuwe handschoenen gekocht, ja. Met twee paar trouwens, deze. En splinternieuw bij, ja, wie anders, de Zeeman. En er zit, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Even kijken waar dat allemaal op zit. Ja, op de duim en op de wijsvinger zit een bloemetje. Gaat er eentje tekeer. En eentje binnen tekeer. Waarom moesten we nou weer tekeer gaan? Is het nieuw? Of mocht dat? Nee, ja? Nee, ja? Doe ik hem even op slot. Want er zit weer een hele kier tussen. Daarom, dat licht. Ik weet niet of jullie dat zien. Dan wordt het weer donker. Althans, ja, een beetje donker. Maar daar heb je weer een kier helemaal. Dus ja, we doen er weer een slot op. Anders gaat hij weer klepperen tegen het kozijn aan. En dat is geen prettig gehoor, dat wil je niet hebben. Maar ik heb nog een paar handschoenen. Die leggen in mijn mandje.
En dat zijn andere soort handschoenen. En dat zijn zwarte. Het is zwart hoor, het is niet blauw. Tenminste, zover ik weet. Als ik het op mijn broek leg, zie je het toch degelijk wel. Het is niet blauw, het is niet zwart. Ja, wat is het wel? Maar er zit dus dat erop. Ho. Waar ben ik? Daar moet ik wezen. Is ook voor je telefoon. Net zoals die bloemetjes op die, is dit dus voor je telefoon. Nou, ik heb het uitgeprobeerd al. En dus... Stelletje dwazen. Maar ja, ik ben dus niet bij Mary geweest, want die lag, dat wijfje hier ziek. Arm kind. Maar oké, maakt niet uit. Ze voelt er eigenlijk niet in orde, dus ze wordt maar wel lekker terug in het bedje gedoken. Nou, gelijk heb ze. Ik ben ontoor geweest, maar je wilt niet weten hoe koud het was. Ik ben helemaal buitenom den helder eigenlijk heen gegaan richting het vliegveld. Toen weer die kant helemaal buitenom, nou, helemaal om den helder eigenlijk heen. Enkel, ja, waar het niet kan, dat is bij de vuurtoren, daar kan ik niet langs, daar staan die hekken nog, hè. Dus ja, dan moet je wel weer door de stad. Nou ja, dat heb ik dus dat laatste stukje gedaan, door Huisduinen en over de Javestraat en door het centrum heen. En nog even hier kijken, nog even daar kijken. Nou, de markt was al opgehouden, ja, daar was dan weer tijd voor. Maar in ieder geval, ik heb wel een leuke middag gehad. Ik heb jullie, het was trouwens al koud hoor. Oh, want ik ben nog koud, ja. Maar hoe heet het? Die zwaan, dat heb ik jullie laten zien hoe mooi dat was. Later, toen kwam ik nog ergens, toen zag ik een zwaan op zijn nest leggen. Op haar nest. Ook een heleboel gans, maar dat kon ik niet filmen. Waarom niet? Nou, ik reed ergens waar ik geloof ik niet rijden mag. Maar er was ook helemaal totaal geen fietspad. Ik had wel aan een man gevraagd, van, mag je die kant op fietsen? Of in ieder geval ik die kant op rijden. Hij zegt, mag wel. Hij zegt, maar ik zou het maar niet doen. Waarom weet ik niet, maar doet er niet toe. Maar het waaide ook als een raket. Ik moest hangen op mijn stuur. En ja, er reden ook auto's. En daarvoor kan je dan niet eventjes gaan stilstaan om te gaan filmen. Nee, dat gaat het er niet worden. Maar dat was wel even een mooi gezicht. Ja, dat heb ik weer. Kijk niet filmen, toch zie je wat moois. Maar ja, doet er niet toe. Ik ga lekker eventjes verder hier op mijn computer. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Zometeen even eten maken. De dames moeten weer uitgelaten worden. Dus ja, ik heb nog druk genoeg. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder. En geniet ook weer lekker met ons mee. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds al lang al avond. Ja, precies, ik zag wat. Maar het maakt niet uit. In ieder geval, ja, ik wil gelijk aan deze leuke dag gewoon een einde breien. Ja. Yeah. En ik heb geen breinaalden, dus dat gaat het ook niet worden. Ik heb ook geen wol. Nee, ik ook niet. En ook geen haaknaald. Maar ik had het over breien en ja, dat gaat nog helemaal niet. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond en voor later op de avond. Uiteraard, welterusten, slaap lekker met de mooiste dromen die je me tegen kan komen. En weer gezond uit je bed en graag tot aan de andere kant van de nacht. En dan hebben we misschien weer heel veel pret.